सुना जय हो तान मोरलिया वाले फिर से सुना जय हो तान मोरलिया वाले फिर से सुना जय हो तान सुना जय हो Zo ging het onder andere aan toe bij de 14e Pagua Milan, die gisteren is georganiseerd op het Lalaroep-terrein. De organisatie Hindu Media, OHM, heeft tezamen met de Culturele Unie Suriname, de Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie, Nauyagu en Yuvadal deze Pagua Milan georganiseerd. OHM ondervoorzitter Bhagwan Gangaram Pandey zegt dat de Pagua Milan niet alleen bedoeld is om de muziekstijl Chautal levendig te houden, maar ook om de samenleving onder prettige omstandigheden bij elkaar te brengen. Gangaram Pandey is ingenomen dat de 5 organisaties elke keer weer de nodige ondersteuning krijgen. We hebben altijd de steun van het bedrijfsleven hierbij, de steun van de overheid. En daar mogen we best trots op zijn dat er nog mogelijkheden zijn om in Suriname zonder winstdoelstelling iets te realiseren. En dat mag zeker bedacht worden. Anil Manurat, voorzitter van de Culturele Unie Suriname, benadrukte dat met de verbranding van de holika alle kwaad moet vergaan. Hij hoopt zo het nieuwe jaar met alleen positiviteit in te luiden. Neemt u alleen maar de goede dingen over en dan gaat het allemaal zeker goed komen. Voordat ik even ga afsluiten wil ik u zeker één ding zeggen. Wanneer iemand u een broodje geeft, wanneer iemand u een roti geeft, en u heeft het niet genomen, dat wil zeggen, die roti is niet bij jou. U begrijpt me dan? Als ik u een brood geef, of ik geef u een cola, of ik geef u wat, en als u het niet heeft genomen, dat wil zeggen, het is niet bij u. Dus mocht er zijn dat iemand iets negatiefs over je zegt, moet je het ook niet nemen, want dat is ook niet bij jou. Laat het doorgaan, laat de positieve gedachten blijven, en laten we werken aan ons geliefde land Suriname, om het op betere hoogte, hogere hoogtes te kunnen brengen. Minister Reshma Kuldeep Singh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zegt dat met de opkomst bij de 14e Pagua Milan blijkt dat Surinamers nog in staat zijn samen te werken aan positieve dingen. Met de opkomst wordt getoond dat Holi samen gevierd kan worden. Een mooi moment en het voelt goed aan dat wij in Suriname nog, ondanks alle crisis, alle negativiteit om ons heen nog positief met elkaar kunnen omgaan en dit mooie moment kunnen vieren. Ik weet dat er verschillende activiteiten zijn vandaag en zeker de organisatoren wil ik van harte dank zeggen, maar ook namens mij en mijn gezin en ieder vandaag al een shubholi toe wensen. Maar laten we allemaal voorzichtig zijn, want het is een moeilijke periode. En zeker ook met alle drukte en alle feesten die georganiseerd zijn. Laten we zeker op elkaar letten, maar een mooi feest ervan maken. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie wees erop dat Holi een bijzondere cultuuraspect is dat behouden moet worden. De symboliek van Holi geeft volgens haar aan vernieuwing, verandering, geloof in het goede en afstand nemen van het kwade. En dat is wat we op dit moment in Suriname het hardst nodig hebben. Het hardst nodig hebben is verandering, verbetering, maar ook afstand nemen van het kwade en geloof versterken in het goede. En ik denk dat de 5 organisaties vandaag dit hebben bewezen, dat ze afstand nemen van alles wat ze tegenhouden en dat ze laten zien dat samenwerken, clusteren, en goede dingen blijven geloven, ons bij elkaar kan brengen en verder gaat helpen. Bij de Pagua Milan konden bezoekers niet alleen genieten van eten en drinken, maar er was ook een infobeurs waar mensen terecht konden voor diverse gezondheidsaspecten en adviezen voor een gezonde leefstijl.